Dit is de Ipel 4 Foundation training. We gaan verder met module 6, Continual Improvement in the Service Value System. Net Service Value System. We hebben net gezien in de vorige module dat het Service Value System, ik heb het vergeleken met een matroska-popje, zoals die in Rusland kan worden gekocht, buitenste. Grootste matroeska pop is de 7 guiding principles en dit onderwerp continual improvement in de service value system. En het een na grootste of een na kleinste zou je ook kunnen zeggen matroeska pop is respectievelijk governance in de 34 practices en het kleinste matroeska poppetje dat noemen we de service value chain. En die heeft 6 knikkertjes in zijn buik of in haar buik. En dat is engage, plan, improve, obtain slash build, deliver and support, and design and transition. Dat waren de 6 activiteiten in de service value chain. Zo, we gaan het hebben over continual improvement in de service value system. Enige onderwerp in deze module is het Continual Improvement Model. En ik zal je in de volgende iets, daar iets meer over vertellen. Continual Improvement zie je overal terug in de organisatie. Iedereen, maar werkelijk ook iedereen in de organisatie van alle rangen en standen, zowel strategisch als operationeel, zou continual improvement in zijn haarvaten moeten hebben. De focus on value guiding principle gaat daar bijvoorbeeld ook op in. Dat je een maximaliseren van effectiveness, van nuttig zijn van de diensten. En iedereen in de organisatie zou bekend moeten zijn met de planactiviteiten waar we het eerder over hadden. En moet dus ook continual improvement in zijn of haar DNA hebben. De ITIL Continual Improvement Model is een gestructureerde manier van hoe we verbeteringen kunnen implementeren en kunnen opvolgen. De Improved Service Value Chain Activity embeds continual improvement into the value chain. Als we het hebben over improvements, dan zie je dat in ITIL op verschillende plekken, namelijk op plekken terug. En de Improved Value Chain Activiteit is zeg maar een component wat waarde toevoegt aan het Continual Improvement Model. Dus we hebben het Continual Improvement Model, waar we het zo meteen over gaan hebben. We hebben het Continual Improvement Practice, waar we het later in deze training over zullen gaan hebben. En we hebben de Value Chain Activity Continual Improvement of Improvement als onderdeel van die 6 knikkertjes die in de kleinste matroeska pop